voorgangers, omroepers dat vroeger zijn. Race 1 halve finale. Ze zijn weg. Luna Lauwersen, Marijn van Dit, Jobbele Simon, Diego Becker, Melle Buis, Finn Linkenhof, Jamin Kemp en Finn Kobus. En ik zie hier op mijn lijstje. Luna en Marijn hebben het vrij goed gedaan in de voorgaande marges. Alle twee, drie keer één. Kunnen zij dat volhouden? Gaan ze die prestatie ook nu weer neerzetten? We zullen het zien. Op de eerste plek zien we naar de tweede koper, 145, Diego Becker. Diego die zegt van, ik had in die marges voldoende aan 2-2-2, maar nu wil ik 1. Nou, lukt hem dat? Ja, zo te zien wel. Wie gaat er als nummer 2? Je mag ze straks nog een keer melden. 164, nee 154, dat is Jordi Simon. Dan zien we 191, Luna Lauwersen en Marijn van Lid. Die hebben dus ook gezegd van, ja, wat gebeurt, gebeurt er. Maar wij staan nog een keer in die plank. En gaan dan echt bepalen wie de beste is vandaag. Race 2 hebben we in de wang. Nou, inmiddels zijn ze onderweg richting tweede komwoord. Wie zien we daar voorop zitten? 4-31. Jesse de Veer zit op dit moment pole position. Dat had hij in de morgens ook, dus dat valt hem goed. Dus ik denk, ik blijf lekker fietsen. Nou, kom maar voor. Onze jonge dame. Jonge dame Paul Makkink. Die zegt, nu ga ik voor 2. Ik was in de marge tevreden met 3. Mooi niet, nu wil ik 2. Nou, Paul houdt dat vol, dus die gaat ook mee richting finale. Wie mag er nog meer aansluiten, nog een keer in de plank? Dat is 163 en 522. JJ Ruijs en Daan van Rooij. Gaan wij straks terugzien voor de finales in de klasse 6-7 van jongens en meisjes. Dan race nummer 3 in de bal. Jongens en meisjes 8 jaar. Wessel Breuers, Keen van Duitsland, Christopher Roosmalen, Diego de Leeuw, Wessel van Til en zo van der Zijde, Kas van de Leeuwen en J.W. Prins. Inmiddels zijn we aangekomen bij de tweede komboord, Keen van Duitsland. Ja, die had een morgens ook regelmatig 1, of eigenlijk altijd 1. Nu ook 1. Op de tweede plek zien we staan Tristan van Roosmalen. En zoals bekend, 3 en 4 mogen ze straks ook weer melden aan de plank.